De Energieautoriteit Suriname, de EAS, is tijdens de annual general meeting van de Organization of Caribbean Utility Regulators van 14 december officieel toegetreden als lid. Suriname bereikt hierdoor een belangrijke mijlpaal in de regionale energiesector. EAS-directeur Dave Abeleven zegt dat de organisatie enthousiast is om bij te dragen aan haar missie om een veerkrachtige, duurzame en klantgerichte energiesector in de Caribische regio te bevorderen. EAS is ervan overtuigd dat hun expertise, toewijding en samenwerkingsgeest hen een waardevol lid van de organisatie zal maken. Het Nationaal Diaspora Seminar Winawang 2.0 is verschoven. De bijeenkomst was gepland voor donderdag 21 december, maar vindt nu plaats op 16 februari 2024. De reden van de verschuiving is dat meerdere groepen aan de organisatie een verzoek hebben gedaan voor deelname en aangegeven hebben dat ze zich daarop wensen voor te bereiden. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 15 december Astrid Faria Narsingh Niyamat beëdigd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Hiermee wordt de rechterlijke macht verder versterkt. Astrid Faria Narsingh Niyamat is geen onbekende in deze functie, aangezien ze al 2 jaar belast was met waarnemingen. Dit geeft volgens het staatshoofd het vertrouwen dat ze haar functie op professionele wijze en met volledige onafhankelijkheid zal vervullen. De beëdiging van de advocaat-generaal draagt bij aan het versterken van de rechtsstaat in Suriname.